Jonathan. Waarheid. Waarom kies jij altijd voor de waarheid? Dat is toch saai? Ben je verliefd? Nee. Hij zou het toch niet zeggen als het wel zo zou zijn? En weer door. Doen durf of de waarheid aan. Josephine. Doe maar eens doen dan. Laat je laatste foto zien op je telefoon. Oké. Dit is toch ook saai? Gaan we wat anders doen dan? Oh, ho, ik was aan de beurt. Doen durf of de waarheid aan Isa. Doe. Ren naar die boom daar en knuffel hem voor 30 seconden. Oké, makkie. Waarom verzin je nou weer zo'n lange opdracht? Dat is toch grappig? Oh, trouwens, ik heb vanmorgen een TikTok gepost. Wow, cool. Yo, waar is Isa heen? Ja, die kan toch niet nu al weg zijn? Is! Is! Kan iemand anders haar even bellen? Ja, doe ik wel. Dit is niet goed. We moeten haar vinden. Zijn jullie ook gebeld door de politie? Dit voelt net als een jaar geleden. Dat nou precies zij vermist moet raken. Gelukkig kunnen we dit samen doen, net als toen. Een verklaring afleggen wordt best moeilijk. Ik heb er trouwens niet gesproken sinds. Nou ja. Nee, ik ook niet. Ja, ik heb er vorige week nog gesproken, maar toen leek niks raars aan de hand. Nee, ik heb ook niks raars gemerkt in de klas.
Oh, ik krijg een appje van Donna en de rest. Ze willen afspreken. Kom, dan gaan we naar de haven. Hé, hey, dat is toch die gast van het grote slaapfeest 3? Oh ja, leuk dat jullie mij herkennen. Cool. Hallo? Jullie moeten met me meekomen, naar mijn boot. Ik heb iets te vertellen over jullie vrienden. Hoezo? Hoe weet hij over onze vrienden? Man, hij leest toch gewoon de krant? Maar daar staat niet in dat het vrienden van ons zijn. En dat staat toch ook niet op mijn voorhoofd? Moeten we horen wat hij te zeggen heeft? Hallo, kom binnen. Goed dat jullie er zijn. Ga zitten. Schrik niet. Er is meer tussen hemel en aarde. Cor? Er is meer tussen hemel en aarde, meerdere dimensies, meerdere energieën. Cor, ja, jij bent er dus één van. Ja, Cor, je bent weer heel scherp vandaag hoor. Cor, wacht. Oké, stel wat je zegt is allemaal waar. Dat betekent dus dat jij ons kan helpen om in contact te komen met onze overleden vrienden? Overleden vrienden? Ik kan toch niet communiceren met doden? Alleen... Hallo! Hallo? Ik heb iets belangrijks te vertellen. Gaat over Cor. Hey, het zijn onze vrienden. Hey jongens! Wat doen jullie hier? Wij waren onderweg naar het politiebureau. Ja jongens, kom maar aan. Is hij te vertrouwen? Ja hoor, kom maar aan. Yes, Cor! Bedankt voor je informatie. Hartstikke goed van je. Dat doet hij de hele tijd al. Nu ter zake. Ik moet jullie iets vertellen over de witte diamant. Die heeft in de dimensie, in onze dimensie, een fysieke vorm aangenomen. En deze fysieke vorm die kun je gebruiken om deuren te openen, om naar andere dimensies te gaan. Holy shit. Wacht even, jonge dame. Er is meer aan de hand. Kinderen die ontvoerd zijn. Ontvoerd? Door wie? Door de schaduwmannen. Schaduwmannen. Die komen uit een andere dimensie. En de kinderen worden ontvoerd omdat ze daar geen kinderen meer kunnen krijgen. En ze kunnen alleen maar de kinderen ontvoeren die de energie hebben van de witte diamant. Dus als ik je goed begrijp, zitten onze vrienden in een witte diamant? Nee, ze zitten niet in een witte diamant, in een andere dimensie. Wij kunnen, jullie, kunnen die anderen redden. Sorry, maar gaan we hierin mee? Hoe weten we zeker dat hij de waarheid spreekt? Ja, ik geloof hem wel. Hoe weet hij anders over onze klasgenoten? Niet lullig bedoeld, maar hebben wij iets hiermee te maken? Ja, precies, want ik wil er niet aan beginnen. Luister, het gaat om jullie vrienden. Hij heeft de energie. Ik voelde zijn energie toen je langs me liep. Ja, jij. Je gelooft het niet. Maar het is zo. Nee. Cor, heb ik de verkeerde? Nee, Esther, hij is het. Jij bent het, echt. Je hebt de verkeerde. Nee, ik heb niet de verkeerde. Je zal het nog wel merken. Ik denk niet dat ik het kan. Ik voel het niet. Iemand anders moet dit doen. Kom op, Finn. Voor Isa en Fika. Oké. Okay.
jongens. Iemand anders moet dit doen. Ik voel het niet. Luister. Ik weet dat je het kan. Ik voel het. Ik heb het al gevoeld toen ik je ontmoette. Bijvoorbeeld hier. Ik heb jarenlang met de diamant gewerkt. Ik heb hem gestolen. En ik had de spreuk. Alleen, ik ben te oud. Ik kan het niet meer. De diamant is te krachtig voor mij. Dus jij moet het doen. Jij kan het. Finn, de schaduwmannen pakken de kinderen vatbaar voor de energie. Als we de witte diamant niet slopen, ben jij de volgende. Jongens, ik denk niet dat... Hoofdkwartier van de schaduwmannen. Zie je wel, ik wist het. Hoor je dit altijd al? Geen idee. Maar ik heb een spreuk voor jou. Haek Industria, Evanediet. Nog een keer? Hier staat hij op. Wees hem goed, ga snel weg. Vernietig de diamant. Daar naar binnen. We moeten ze redden. Dit vind ik doodseng. Wow, dit voelt echt als zo'n sikke actiegame. Loop hier gewoon rond. Hoe komen we hier ooit naar binnen? Ik voel waar de schaduwmannen zitten. Oké, dan wachten we op jouw teken. Ja, we kunnen. Hier zie ik niks. Hier ook niet. Weten jullie wel zeker dat dit de juiste kamer is? Jongens, hij ligt in die kamer. We moeten er nu heen. Yes!
Dank jullie wel.